zijn hier vandaag in Leeuwarden met het vaccinatieonderzoek Capita. We hebben via de huisarts allemaal 65-plussers uitgenodigd die dan vrijwillig meedoen om een nieuw vaccin tegen pneumokokken te onderzoeken en te kijken of dat effectief bescherming kan bieden tegen deze bacterie. In de Capita-studie wordt de werkzaamheid van een onderzoeksvaccin tegen pneumokokkeninfecties onderzocht. Pneumokokken zijn bacteriën die bij ouderen ernstige ziekten kunnen veroorzaken, zoals longontsteking. Daarom richt dit onderzoek zich op 65-plussers. Wij zullen klaar zijn met het includeren, zoals dat heet, van deze deelnemers eind van dit jaar. Dan zullen we nog 2 jaar lang deze mensen blijven vervolgen voor het geval ze in een ziekenhuis worden opgenomen met een longontsteking. En daarna kunnen we zeg maar, de resultaten bestuderen om de conclusie te trekken of het al dan niet effectief zal zijn. Ik heb van de huisarts een brief gekregen met het verzoek aan dit onderzoek mee te doen. En nou, daar heb ik mee ingestemd. En de consequenties, bent u daarvan op de hoogte? Ik zat een folder bij, die heb ik uitgebreid doorgelezen. En ja, je kunt wat, van die prik wat allergische reactie krijgen, maar dat leek me niet ernstig. Bij elke vaccinatie zijn er natuurlijk bepaalde bijwerkingen die ja, soms tot een irritatie kan leiden op de plaats van vaccinatie. Maar in alle gevallen is dat tot nu toe van voorbijgaande aard, vrij snel. Inmiddels hebben wij ook al zo'n 30.000 mensen met dit studievaccin gevaccineerd. En daar zijn geen hele serieuze bijwerkingen naar boven gekomen.